Welkom bij Tiel aan tafel. Straks ga ik uitgebreid in gesprek met Sijbrand Boy en hij gaat ons alles vertellen over het EB Rally Team. Maar ik ga beginnen met Wanda. Wanda van IJzendoorn. Wanda, ja, we gaan het hebben over reanimeren. We gaan het hebben over een heel mooi plan wat jij hebt bedacht. Ja. En dat gaat over reanimeren dus. En dat plan komt ergens vandaan. En vertel mij, hoe is dit ontstaan? Ja, het plan dat kwam eigenlijk door een heel trieste gebeurtenis die ik heb meegemaakt. Live te reanimeren bij iemand die op dat moment bewusteloos was geraakt. En ja, het is een bekende persoon in Tiel, ook een bekende dus ook voor mij. Dus ja, dan heb je al een moeilijk punt te pakken. Ga je direct beginnen en eigenlijk zit je een beetje tussen het feit in dat je dan een bekende persoon aan het reanimeren moet gaan doen en je professionaliteit, want van huis uit ben ik BHV-instructeur en ook EHBO en reanimatielessen geven. Ja, maar ik wil net zeggen, je wordt natuurlijk niet zomaar opgeroepen om iemand te reanimeren. Ja, ik heb wij kregen een sms. Dan sluit je je aan bij je Hartstichting of Hartveilig Wonen. En je hebt nog meer van dat soort sms-diensten die dan sms'jes uitsturen wanneer er een calamiteit is of iemand in de buurt waar jij op dat moment je bevindt, moet worden gereanimeerd. En dan kan je naar de plaats gaan. En een ander die haalt dan weer de AED op en die komt dan met de AED. En ja, dan ga je handelen. Dan ga je handelen en zo zit je dus een ijsje te eten. Ja. En zo ben je in staat van paraatheid en ga je dus een enorm zware taak doen. Ja, en dan op dat moment gaat je adrenalinespiegel stijgen en ga je eigenlijk op de automatische piloot ga je reanimeren. En achteraf komt dan pas de realiteit van heeft diegene het gehaald of niet gehaald. Want daar kan je dus twee kanten mee op. Ja, of een reanimatie slaagt. Of een reanimatie die heeft helaas overlijden tot gevolg. Maar ja, je doet wat je kan. En je doet wat. Ja, je doet wat. En op dat moment, hoeveel mensen kwamen er naar die plek? Want jij krijgt zo'n sms, dan krijgen meer mensen zo'n bericht. Ja, ik had begrepen dat er een hele hoop mensen, dus een stuk of 30 mensen die in een straal rond een bepaald aantal meters van het ongeluk zo'n sms'je krijgen. Op dat moment was ik de enige. Oh. Dus ja, dan ga je ook wel, word je niet gesterkt door anderen. Vrij snel achter mij kwam ook de politie met de AED. Ja, dan kan die ook weer samen met jou de reanimatie voor dat de rekening nemen. Dat lijkt me prettig dat je niet meer er alleen voor staat. En het gaat over Pieter van den Burg. Dat is goed voor inderdaad, in alle duidelijkheid. Voor de duidelijkheid was Pieter. Ja. Maar goed, dat heeft ook iets bij jou veroorzaakt. Ja, op dat moment dacht ik van, ja, ik zou eigenlijk willen dat zoveel mogelijk mensen kunnen reanimeren. Al was het alleen maar om in hun eigen thuissituatie, als het nodig mocht zijn, te kunnen reanimeren of in de directe omgeving. En nou is het soms wel dat heel veel mensen een schroom hebben van dan moet ik naar een EHBO-cursus of ik moet ergens naartoe om te kunnen reanimeren. Ik wil het zo laag mogelijk, laagdrempelig houden. En dat zou best wel eens een keertje een drempel voor veel mensen die in hun hoofd hebben van ergens wil ik toch wel een reanimatiecursus doen. Zou het de laatste drempel kunnen zijn om toch dat te gaan doen. Ja, en daar heb jij een idee bij. Ja, ik wil zoveel mogelijk mensen oproepen om, de datum en de dag is nog niet bekend, maar daar wil ik zeker de mensen voor oproepen om in een van de hallen, Westrooie Hal of Betuwe Hal, een cursus te komen volgen. Laagdrempelig, met zoveel mogelijk reanimeren. Ja, leer reanimeren. Ja, dus inderdaad het verschil betekenen tussen leven of dood. Tussen leven en dood. Ja. En nou, je noemde het al, de drempel zou hoog kunnen zijn inderdaad om een volledige EHBO-cursus te doen. Ja. Dus vandaar puur reanimatie. Ja, we lichten dat stukje eruit omdat het heel belangrijk is. Mensen worden ouder, mensen kunnen problemen hebben. Het hoeft niet altijd aan het hart te liggen.
Maar ja, andere problemen, waardoor uiteindelijk het hart ook problemen krijgt en je tot reanimatie over moet gaan. Ja, je moet toch je realiteitszin hebben dat die groep oudere mensen ook steeds groter wordt. En dat is een kwetsbare groep natuurlijk. Kwetsbare groep ouderen, ja. Ja, ja. Goed, jij hebt een plan. Een grote sporthal. Helemaal vol. Helemaal vol met mensen die willen reanimeren. Maar willen reanimeren. Met alleen een sporthal red je het niet. Daar heb jij veel meer voor nodig. Ik heb er meer voor nodig. En daarom zou ik aan iedere instructeur willen oproepen om ook bij mij aan te geven van nou, ik wil hier mijn tijd insteken, mijn energie insteken, want ik heb diezelfde passie om mensen te leren reanimeren. Maar ik heb ook materiaal nodig, EHBO-poppen. Van die poppen waar mensen op kunnen oefenen? Ja, reanimatiepoppen. Ja. Om daar zoveel mogelijk materiaal bij aanwezig te hebben, zodat iedereen ook de gelegenheid krijgt om te oefenen. Want niks is zo belangrijk als dat iedere keer weer te oefenen. En uiteindelijk, wanneer de mensen dan zelf denken van ik zou er wel wat meer van willen weten, dan kan je je natuurlijk opgeven voor een EHBO-cursus of een BHV-cursus. Maar om alleen het reanimatiegedeelte eruit te lichten, om dat laagdrempelig te maken, dat zou fantastisch wezen. Dat zou fantastisch wezen. Oké. Okay. Ja. En dat gaan we dan na de zomer doen, denk ik? Ja, ik denk dat na de zomer toch wel het makkelijkste is. Mensen hebben dan de tijd om zich op te geven. Om er even over na te denken. Ja, om erover na te denken. Wat wil ik? Dit lijkt me een goede kans. Maar ik heb ook natuurlijk het bedrijfsleven nodig. Sponsoren die dat ook weer mogelijk maken om er met elkaar een gewoon hele grote happening van te maken, maar ook waar iedereen blij mee is. Ja, en ook wat betreft bedrijven, het is natuurlijk ook heel erg goed om eigen mensen daar dan van die bedrijven daar naartoe te sturen. Dit is natuurlijk heel erg belangrijk en heel erg goed. Zeker. Mensen die meer informatie willen of die zeggen van ik wil sponsor zijn, ik wil leren reanimeren. Ja. Heb jij een e-mailadres waar ik heb een e-mailadres, wanda.van.ijzendoren@hotmail.com. Wanda.van.ijzendoren met een I? Ja, Wanda.ijzendoren. Oké. @hotmail.com. Ja. Nou, ik vind het een prachtig initiatief. Het verhaal erachter is natuurlijk best wel schrijnend. Maar goed, dat is natuurlijk wel hoe het werkt. Ja. Ja. En willen mensen het verschil gaan maken, dan moeten ze hier inderdaad, niemand moet wat, maar dan zouden ze inderdaad wel het verschil kunnen betekenen. Ja, dat is zo. Dat is zeker heel belangrijk. Ik blijf dat heel belangrijk vinden. Ja, door mijn werk ben ik natuurlijk gepassioneerd in het hulp verlenen. En ja, die passie probeer ik over te brengen op de mensen, gewone burgers. Mensen, je kan altijd wat doen. En als je weet hoe je dat moet doen, sta je misschien wat steviger in je schoenen om te beginnen wanneer je zo'n oproep krijgt. Ja, ja. Nou, ik vind het een prachtig initiatief. Ik wens je ontzettend veel succes hiermee. En dank dat je. Dit ook echt een succes gaat worden. Ja, ik hoop. En hou ons op de hoogte als alles concreet is. En dan horen we het heel graag. Dan zal ik het zeker aan jullie doorgeven, zodat het kenbaar gemaakt kan worden verder. Dank je wel voor dit gesprek. Dank je wel. Bij mij aangeschoven is Sijbrand Boy van het EB Ready Team. Sijbrand, fijn Hallo. Dat je er bent. Laatste keer is er weer een paar maanden geleden. Ja, zeker. Kom je net terug van Dakar? Ja, klopt. En inmiddels is er alweer het nodige gebeurd. Ja, we zijn inmiddels weer net terug uit Marokko eigenlijk. En hoe is het daar gegaan? Wisselend moet ik zeggen. Een grote rally, ook Marokko Desert Challenge. 7 dagen, 2500 kilometer door de woestijn, bergen en alles. Dus echt Dakar waardig. Ja, dat is een enorme. Ja, het is gewoon, maar het is ook echt een grote rally. Doen bijna 400 man ook aan mee. Ons doel was ons team en onze auto testen. Dat is goed gelukt. De auto waren toch nog wel wat puntjes die aandacht nodig hadden. Wij als team ook. Het resultaat zeg maar in de rally zelf is dan ook niet helemaal geworden wat we hadden gehoopt. Hoe is het afgelopen? Nou, we zijn uiteindelijk wel binnen de top 10 geëindigd op de 10e plek. Jullie hebben hem uitgereden? Ja, we hebben hem uitgereden. Op de 10e plek? We hadden eigenlijk liever zeg maar, in de top 5 was mijn eigen persoonlijke ambitie.
Maar het zat wel tegen met de auto, daardoor liep het gewoon een paar dagen niet zo lekker. Ja, dan raak je snel achterop natuurlijk. Ja, nou dan vind ik het nog een fantastische prestatie. Nou ja, uiteindelijk mogen we daar ook best trots op zijn. Ook zeker om te zien wat het doel was, hè. De auto echt goed testen. En de auto heeft natuurlijk heel veel veranderingen ondergaan. En daarmee zijn we echt aan doorontwikkelen. Ja, want daar waren jullie natuurlijk de vorige keer mee bezig. Om die auto hiervoor geschikt te maken. Klopt. En wat brengt dat dan? Want... Nou, een paar van de belangrijkste veranderingen is onder andere een nieuwe versnellingsbak. Ja. Er zit nu een sequentiële versnellingsbak in. Dat is een beetje technisch verhaal, een rechtgeschakelde versnellingsbak. Hè, normaal heb je een H-structuur. Ja. Nu is het alleen maar vooruit of alleen maar achteruit. Dat betekent dat je veel sneller kan schakelen. En dan gaat het echt nog maar over tienden van seconden. En dat is met name op een zachte ondergrond heel belangrijk. Dat je volledig tractie houdt op je auto alle tijd. Want als je normaal schakelt, ben je ongeveer een seconde je tractie kwijt. Die versnellingsbak hebben we flink getest. Echt flink getest. Ja, en? Zitten nog wel wat verbeterpunten in. Hè. Koeling moet er ook weer op aangepast worden. De turbo moet erop aangepast worden. Dus eigenlijk je hele auto verandert daardoor. Je gewichtsverdeling verandert er ook door. Want je motorblok moest meer naar achter geschoven worden. Omdat die versnellingsbak weer kleiner is, fysiek. Dus het heeft echt heel veel invloed op rallyauto. En daarvoor was Marokko om te testen en dat is heel goed gegaan eigenlijk. Ja, ja. Het is ook weer anders leren rijden, ja, denk ik. Absoluut, het is eigenlijk veel agressiever rijden. Wat je in een rally natuurlijk toch sowieso moet doen, maar voor Ilko anders, maar ook voor mij als navigator, want het gaat gewoon wel weer harder. Nog sneller. Ja, nog sneller. Ja, en dan dagen achter elkaar. En dan dagen achter elkaar. Ja, je zit gewoon een uurtje of 6 tot 8 achter elkaar in de auto. En dat is, dat maakt het heel inspannend. Ja, en ben je een beetje bijgekomen, hè? Rally-technisch wel, werktechnisch niet helemaal. Want ja, je bent 10 dagen onderweg, dus ja, je werk ligt daardoor stil. Maar rally-technisch absoluut. En we zijn nu weer bezig met de volgende, want die is over 1,5 week. En dat wordt Polen? Polen, ja. Voor het eerst rijden we mee in de rally de Breslau Rally in Polen. En dat is echt een nationale rally die daar wordt gehouden. Supermooi. Alleen voor mij en voor Ilko volledig nieuw. Ilko heeft natuurlijk wel veel in Polen gezeten, maar ik nog nooit. Maar rally hebben we daar ook nog nooit gereden. Maar zijn de omstandigheden dan vergelijkbaar met Marokko, wat je net hebt gehad? Nee, het is, het terrein is eigenlijk zwaarder. Als het weer wat tegen zit, wat daar goed kan gebeuren, heb je heel veel modder en zwaar terrein. Dus die auto wordt op een hele andere manier belast. De navigatie is daarmee ook heel anders. Het zijn andere snelheden die je rijdt. Maar het is juist heel goed om niet alleen... zeg maar in zand en zeg maar harde vlaktes te kunnen rijden, maar juist ook op de wat extremere omstandigheden. Goed voor je team, goed voor de auto om ook die test te kunnen maken. Want ook in Dakar kan je dagen met extreem regen en extreme modder tegenkomen. Ja, en dan moet die auto dus ook maar tegen bestand zijn. Ja, en jijzelf als team ook. Dat betekent op een andere manier leren rijden, maar je zal op een andere manier vast komen te zitten. Kan, hè. In plaats van zand zit je modder vast, heel anders. Andere manier van tractie, andere manier van timing van gas geven. Dus wel essentieel dat ook dat in ons hele voorbereidingstraject aan bod komt. Dus dat wordt weer spannend. Het wordt zeker spannend, ja. En ik zie dat jij met een heel mooi shirtje aan zit. Ja, dankjewel. Nieuwe sponsoren. Nieuwe sponsoren. Ja, we zijn zeer blij dat Blijdenstein Mode een van onze sponsoren is geworden. Daar zijn we natuurlijk erg trots op. Prachtig modehuis en de combinatie is gewoon heel leuk. Hè? Een chic, modern, sportief modehuis met een stoere rallysport. Er gaat in de winter nog wat mee gebeuren in die samenwerking, dus daar zal nog wel wat meer over gecommuniceerd worden. Maar Blijdenstein gaat ons inderdaad in de stoere, mooie kleding zetten voor het hele seizoen. Nou, dat moet goed voelen. Ja, absoluut. Naast dat het heel mooi is, is het ook natuurlijk topkwaliteit. Dat mag je ook wel verwachten van zo'n huis. Past ook bij ons team, vinden wij. Het zit ook gewoon lekker. Het is gewoon goede kleding. Dus wij zijn er heel blij mee. Hartstikke mooi. Hey, en wat gaat er naar Polen gebeuren? Want jullie gaan natuurlijk steeds meer richting de Dakar. Ja, de Dakar is over 204 dagen. Wist ik mij vandaag te laten vertellen op hun website. Dat betekent dat je nog aardig wat te doen hebt in... een maandje of 6, 7, wat het nog maar is. Hè. Half november gaat de auto op transport. Dat is altijd een beetje het key-datum. Dus rond de 15 moet gewoon alles klaar zijn, 15 november. Ja, en dat is nog maar een maandje of 5. Ja, het klinkt heel ver weg, maar dat is het natuurlijk niet. Zo. Nee, dat gaat heel hard. Dus we hebben echt nog werk aan de auto. Werk aan ons team, aan het totale team. En niet alleen Ilko en ik, maar ja, je hele team moet je er ook op inrichten. Wie gaat er mee als assistentie? Met welke teams ga je samenwerken? Hoe ga je snelle assistentie invulling geven? Wie gaat er allemaal mee? Hoe ga je media doen? Je fysieke voorbereiding natuurlijk, alles hoort daar al bij.
En daar hebben we nog 5 maanden voor. Nou, nog inderdaad heel wat te doen tot november. Ja, eerst absoluut. Knallen in Polen natuurlijk. In Polen, ja zeker. Vertel daarna natuurlijk even weer hoe dat allemaal ging. Daarna na Polen kom ik zeker weer terug en dan weten wij veel meer over het rest in de 5 maanden. Ja, want volgens mij komt er nog van alles aan daar weten we dan wat meer over. Ja, het gaat zich langzaam weer settelen en uiteindelijk hebben we nog een heel vol zomerprogramma. Dankjewel, Sijbrand. Dit was Stil aan tafel voor deze week en natuurlijk zijn we de volgende week weer.